Journalisten hebben een heel kort geheugen. Zeggen dat links en rechts terug is. Links en rechts zijn nooit weg geweest. Alleen mocht men het niet zeggen. Kijk naar, ik wil daar twee bedenkingen bij maken. En dan meer direct op uw vraag ingaan. Maar het is wel een belangrijke invalshoek voor een aantal zaken. De VRT heeft in de aanloop van 25 mei de verkiezingen gepeild naar wat de Vlamingen wakker houdt. 14 thema's zijn naar boven gekomen. Waar stond de staatshervorming? Op nummer 14. Wat stond er in de eerste 7? Allemaal thema's die waar links en rechts het niet over eens zijn. Met andere woorden, als je dan aan de andere kant voor de laatste 3-4 jaar alle duidingsprogramma's van de VRT, van de openbare omroep, zou het analyseren en je kijkt welke rangorde zij hebben aangebracht, dan heb je de staatshervorming op de eerste plaats. Met andere woorden, ze hebben niet alleen een kort geheugen, maar de vervreemding bij veel politieke journalisten van de werkelijkheid, de vervreemding van de werkelijkheid is even groot als, als bij de beroepspolitici. Met andere woorden, het is uiteraard goed dat dat debat er eindelijk is. Maar wil dat dan ook zeggen dat alle verkiezingen, zeg maar van 1980 tot 25 mei 2014, dat daar geen debat was? Dat dat niet belangrijk was? Want dat waren meestal campagnes die over de staatshervorming gingen. Dus laat mij het zo samenvatten. Het is goed dat we teruggekeerd zijn, publiekelijk, tot wat altijd belangrijk was. Bekeken vanuit de mensen. En ten tweede, het zou ook heel goed zijn mochten onze media, de schrijvende en de audiovisuele, opnieuw contact zoeken met de werkelijkheid.